Bezoekers van Tiel horen voortaan aan het carillon welke voorstellingen er in de Agnietenhof komen. Bayadier Wim Ruitenbeek van de Sint Maartenskerk speelt vanaf nu muziek die gebaseerd is op het programma van het Tielse Theater. In principe speelt Ruitenbeek op de zaterdag iets van wat 's avonds in het theater te zien is. Zo klonk er afgelopen zaterdag muziek van de drie J's, die avond optraden in de Schouwburg. Voor de komende weken zijn er verder Simon & Garfunkel, Queen en Frans Bauer gepland. Deze muziek is de komende maanden in Tiel gespeeld door de artiesten zelf of van andere muzikanten te zien en te horen. Ruitenbeek speelt elke zaterdag vanaf 2:00 PM.